Hoi allemaal, ik ben Anna, ik ben cosmetische arts bij de Van Rosmalen Kliniek en ik wil jullie eigenlijk vandaag even wat uitleggen over mijn skincare routine in de avond. En dan zitten we eigenlijk na een hele lange dag werken nog een beetje onder de make-up en dan moeten we het goed verwijderen en daarvoor zorgen dat we eigenlijk in de nacht ook weer onze huid goed gaan verzorgen. En we beginnen met het verwijderen van wat restanten op ons gezicht van wat make-up en wat vuil, zodat we eigenlijk daarna de producten weer lekker goed kunnen laten inwerken. We beginnen met Simply Clean van SkinCeuticals en dat is eigenlijk een heel fijn product. Schuimt een beetje en dan kun je eigenlijk alle vuilresten verwijderen van je gezicht en daarvoor zorgen dat je huid lekker schoon is. Daarna is een hele belangrijke stap, wat wij ook als cosmetische artsen nooit vergeten, het exfoliëren van de huid. En daar kun je eigenlijk beginnen met de Foamer 5. Dat schuimt lekker op je gezicht. Laat je heel even inwerken, dat het ook zijn werkzaamheid kan uitoefenen. En de wat meer ervaren klanten van ons, die kunnen ook opbouwen naar de Foamer 15. Dat is net wat sterker en dan heb je net wat meer het exfoliërende effect. Maar ons advies is eigenlijk altijd om te beginnen met de Foamer 5. Dat verdraagt iedereen goed en dan kun je ook meer experimenteren en het rustig gaan opbouwen. Vervolgens moeten we de huid uiteraard goed verzorgen. En ik heb hier twee producten staan, de Light Ceutic en de Hyal. En dat hangt er eigenlijk een beetje van af wat voor huidstructuur je hebt en welk product eigenlijk wat beter bij je aansluit. En de light versie die zorgt ervoor dat het eigenlijk in de nacht ook nog een beetje gaat ontvetten. Dat is geschikt voor wat meer gemengde huid en ook voor huid met pigmentvlekken. Dus die zou je dan kunnen aanbrengen. En de Hyal is eigenlijk geschikt voor mensen die zeggen van nou, ik heb toch ook wel last van wat drogere huid. Dan kun je huid weer even lekker een beetje verwennen in de nacht om dat aan te brengen op je gezicht. De huid rondom de ogen die is 10 keer dunner dan de huid in de rest van ons gezicht. En die heeft wat extra aandacht nodig. En daarvoor gebruik ik eigenlijk een speciale crème die ook voor de fijne huid rondom de ogen is gemaakt. En dat is de A.G.E. Eye Complex. Daar kun je ook zorgen dat je fijne lijntjes rondom de ogen een beetje kan voorkomen. En dat is ook wel fijn als je wat extra aandacht besteedt aan deze kwetsbare huid. Dit is eigenlijk een heel mooi pakket voor de nachtroutine. Overdag hebben we weer een ander pakketje wat we dan adviseren en dat zien jullie in onze volgende aflevering.